tafel. Welkom bij Til aan tafel. Zometeen ga ik natuurlijk spreken met mijn kritische vrienden. Maar eerst ga ik in gesprek met Pierre van der Schaaf. En die is voor het 4 mei-comité een soort van ingehuurd, ingevlogen. Omdat jij daar een bepaalde invulling aan gaat geven. Althans, ik mag een bijdrage leveren. En die bijdrage die gaat eigenlijk over de tweede generatie oorlogsslachtoffers. Dat zijn de mensen die net in de oorlog zijn geboren of direct na de oorlog. En eigenlijk de gevolgen ervan tot aan de dag van vandaag, zolang ze leven, vaak meedragen. Klein of groot. Ja, want dat zijn mensen die nu zestigers zijn. Naar de 70. 60 en ouder. Ja. En dat zijn de kinderen van? Dat zijn vaak de kinderen van de mensen die de oorlog zeer bewust hebben meegemaakt. En dan gaat het met name over de mensen die in het verzet hebben gezeten. De mensen waarvan de vader is omgekomen in de oorlog. De kinderen van de slachtoffers van de Jodenvervolging. En, of vaak ook de kleinkinderen. De tweede generatie heeft vaak ook de oorlog niet bewust meegemaakt. Maar is kort daarna of later daarna geboren. Maar daar de ouders weer wel van. Ja, want zoiets blijft natuurlijk binnen de familie heel groot, heel zwaar. Dat blijft doorsudderen. Blijft doorsudderen. En dat komt op allerlei merkwaardige manieren soms naar voren. En voor de buitenwereld helemaal onzichtbaar. Het voorbeeld is een Joodse familie die ik goed gekend heb. Waarvan eigenlijk niemand van de oorlog is teruggekomen, uit de oorlog is teruggekomen. Behalve dan de ouders van die twee kinderen. Oh. En die twee zoons die leven in een gezinsverband. Of waar eigenlijk continu sprake is van rouw. De gordijnen zijn vaak gesloten. Weinig mensen over de vloer. De familie is er natuurlijk niet meer. Ze kennen hun familie daardoor ook niet. De foto's zijn vaak verdwenen. Weinig tastbare herinneringen. En die ouders zijn vaak nog in het verleden bezig. En dan zie je dat die mensen opgroeien op een manier die niet alledaags is, om het zo te zeggen. Die dragen dat dus mee. En wat je ook wel ziet, is dat die tweede generatie het weer overdraagt aan de volgende generatie. Dus het is niet zo dat de oorlog is afgelopen, daarmee is er vrede en iedereen kan weer gewoon aan het werk gaan, wat toch vaak de teneur was. Maar je ziet dat er zo'n stil leed is op allerlei plekken. Maar het gaat ook over Jehovah's getuigen, nabestaanden daarvan. Die we wel eens vergeten, Sinti en de Roma. Ja, de oorlog heeft ook ontzettend veel slachtoffers geëist. Ja. Ik bedoel, de Sinti en de Roma is een vrij bekende groep die ook eigenlijk altijd nog de naweeën van de Tweede Wereldoorlog ondervindt. Ja, en 4 mei gaan we daar over praten. Gaan we luisteren naar een verhaal. Ja, 4 mei staat natuurlijk erg in teken van de oorlogsslachtoffer zelf. Maar dit jaar is mij gevraagd om een bijdrage te leveren in de vorm van het aandacht schenken aan die tweede generatie. Ja. En dan kom ik met een verhaal over een gezin waarvan de man een Joods meisje heeft geholpen. Heeft ook een relatie met Tiel trouwens. Joods meisje heeft geholpen, is opgepakt februari 1945. De laatste zou jaren. Worden gefusilleerd. Werd eerst te werk gesteld. Zijn vrouw was hoogzwanger en hij is teruggekeerd. Hij heeft het overleefd? Hij heeft het overleefd. Het Joodse meisje heeft het overleefd. Oh, dat is wel heel mooi. Jaren na de oorlog kwamen ze elkaar weer tegen. Dat verhaal vertel ik, dat is een wonder eigenlijk. En de vraag die natuurlijk altijd nog wel aanwezig bleef en boven de markt bleef hangen. Waarom heb je dat gedaan? Dat was de vraag die de vrouw zich stelde. Waarom heb je de dat hoogzwangere gedaan? Vrouw. Hoogzwangere vrouw. En later, 60 jaar later, kreeg ze het antwoord op die vraag. Hij heeft haar nog antwoord kunnen geven? Hij heeft haar antwoord kunnen geven. Kort daarna was zij overleden en daarna is hij overleden. En door beide begrafenis is het Joodse meisje geweest. Het Joodse meisje van toen en nu een vrouw van in de 90. Ja, ook een oude vrouw. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk hele aangrijpende verhalen. En dat zullen ongetwijfeld ook vraagtekens zijn geweest van al die gezinnen in de oorlog. Ook de mensen die natuurlijk in het verzet gingen. Met name ook in het verzet. En dan hoor je ook dat de mensen die eruit zijn gekomen, 's nachts slecht sliepen. Slecht een eigen zaak konden drijven. En er zijn ook mensen bekend die dankzij persoonlijke bemiddeling van prins Bernhard hulp kregen. Financieel steuntje, mooi. Morele steun. We weten de defilé in Wageningen waar die altijd was. En werd toch wel gezien, prins Bernhard, als een grote steunpilaar waar je altijd bij terecht kwam als je het niet meer redde. Nou, die generatie is natuurlijk langzamerhand uitgestorven. Ja. Maar als je de kinderen daarvan spreekt, dan hoor je altijd weer dat die periode een belangrijke rol heeft gespeeld in het hele gezinsleven.
Ja, en mooi. En dat is natuurlijk ook een verhaal wat altijd verteld zal moeten blijven. Hoe gaat 4 mei in Tiel eruit zien, de tocht? Hoe gaat het? Een hele mooie traditie eigenlijk, vanuit Sint Maarten die na de oorlog weer herrezen is. De toren was kapotgeschoten, stortte enige tijd nadat de oorlog voorbij was pas in, is weer opgebouwd en daar is altijd om 7 uur een bijeenkomst. Tussen 6:30 en 7:30 komt men dan en dan is er een bijeenkomst, madrigaalkoers zingt daar meestal. Kinderen doen daar wat, is een korte toespraak. En daarna is het beroemde défilé langs de verschillende monumenten met om 8 uur de 2 minuten stilte. Dat wordt volgens mij weer heel indrukwekkend, natuurlijk. Het is altijd indrukwekkend omdat je ook ziet en merkt dat iedereen weer met zijn eigen gedachten in het verleden duikt. En kinderen kijken er op een andere manier tegenaan. Maar het is opvallend dat zeker de laatste jaren de animo voor de deelname aan het toenemen is. En wat natuurlijk ook heel bijzonder is, nieuw is, dat u dus alles nu wordt opgenomen en live wordt gestreamd, wordt uitgezonden. Ja, ik denk dat dat heel goed is. Het is voor die mensen die niet bij kunnen zijn, mensen die ouder zijn, slechter been, of als het heel slecht weer is, wat we niet hopen, dat men kan meemaken hoe de Tielenaren en ook mensen van buiten Tiel die er naartoe komen, de hele regio, ja. Dat die iets meemaken wat één keer per jaar op 4 mei 's avonds wel een heel belangrijk moment is, dat je bij elkaar bent. En het is mooi dat het in de Sint Maartenskerk is, het is mooi dat de kranslegging er is, de tocht die er is, dat zijn allemaal dingen. Dat meebeleven, net zoals op de Dam, maar dan in Tiel, ja. Is denk ik voor een heleboel mensen van groot belang. Hoe betrokken kun je zijn dan, hè? Ik denk dat het na het er zelf bij zijn de meest mooie manier is om het werkelijk mee te beleven. Ja, en is daar ook een stukje persoonlijke betrokkenheid? Kun je ook je eigen herinneringen nog terughalen van die tijd, ik van toen? Ik kan redelijk veel herinneringen terughalen uit die tijd. Van direct na de oorlog dan. Maar dat was wel de stad met de littekens waar dat was. En de familie met littekens? Familielittekens, ja. Dat zijn dingen die er mede toe leiden dat je eigenlijk je hele leven lang geïnteresseerd bent in de geschiedenis. En met name de Tweede Wereldoorlog en met de grote vraag waarom en waardoor en hoe. En dan heb je directe koppelingen met het hedendaagse. Wat gebeurt er in Engeland, wat gebeurt er in Frankrijk, wat gebeurt er in Hongarije? Zo dichtbij, hè? Ja, het is heel dichtbij. Ja. Je ziet allerlei ontwikkelingen om je heen waarvan je denkt, waar zijn die parallellen met toen? En welke risico's zijn er toen? En welke waanzin kan er weer gaan ontstaan met dezelfde verschrikkelijke gevolgen, want nooit meer oorlog, werd er toen gezegd. Ja, en nu denkt men, ook na de Koude Oorlog, en die hebben we natuurlijk ook gehad, was ook niet altijd leuk, 50 jaren. En dat geef je wel door aan je kinderen. Ja, en dat moet ook, dat is ook goed. Ik denk dat dat heel goed is, ja. Want de geschiedenis is de basis eigenlijk van je verdere leven en van je bestaan. Absoluut. Wie zijn geschiedenis niet kent, kan niet goed leven. Nee, vind ik ook hele mooie woorden om mee af te sluiten. Dank u wel voor dit gesprek en 4 mei gaan we dat natuurlijk allemaal beleven. Tiel aan tafel. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Een onaangename verrassing voor de gemeenteraad toen de cijfers werden gepresenteerd en dat er zware tekorten waren voor het sociale domein. Meer dan 2 miljoen kritische vrienden Astrid de Groot en Jan Wolberg. Welkom. Dit is een verrassing. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Het was een totale verrassing voor de raadsleden. Niemand had dit aanzien komen. Zeker omdat er nog gesproken werd over een overschot van 2 miljoen. Dus, 2 miljoen? Ja. Ja, dus we praten nu over een tekort. Maar het is niet 2 miljoen, het is bijna 4,2 miljoen. Dus het is echt een heel behoorlijk tekort. En dat als zo'n verrassing komt, dat is ongelooflijk. Ja, en dit gaat over 2015 dus, hè? Ja, dus en counting, hè, met elkaar. Dus dat is echt dramatisch. En ik denk dat dit toch wel eens op een hele groot fiasco kan gaan uitlopen voor onze huidige wethouders die toch verantwoordelijk zijn daarvoor. Ja, het is nogal wat. Hey Jan. Nou, het is zeker wat. We praten natuurlijk over Tiel, maar ik denk dat Tiel niet alleen staat. Er zijn heel veel gemeentes die met datzelfde probleem geconfronteerd worden. Kijk, dit verhaal is natuurlijk door de Rijksoverheid bij de gemeentes over de schutting gegooid. En heel veel gemeentes die zijn daardoor verrast. En ook de gemeente Tiel bleef rustig doorgaan met uitgeven. Grote investeringen doen, noem het maar op.
Terwijl ze mogelijk hadden kunnen zien aankomen dat dit gewoon eraan zat te komen. Dus daar is onvoldoende op geanticipeerd. We blijven gewoon lekker investeren en groot doen. Maar uiteindelijk wordt de rekening gepresenteerd en dan ben je dus klaar mee. Maar, ja. wat zou dan die gemeenteraad in Tiel in dit geval moeten doen wat jou betreft? Nou, in 2015 is ook een overgangsregeling in werking getreden. Ja, dat klopt. Dat betekende dat de zorgverleners ook de kans hadden op dat moment, als de gemeentes niet hun werk deden op de juiste manier, bij de overheid konden aankloppen in die overgangsperiode. Dus wat ik gewoon totaal niet begrijp is dat wij nu als Tielenaren over 2015 nog rekeningen aan het betalen zijn van zorgverleners. Dat is ongelooflijk. Dus ik ken niet de precieze cijfers, maar wat ik ervan lees, denk ik van nou, dit is iets wat niet kan. En dit zou wel eens uit kunnen lopen op een motie van wantrouwen. Ja, dat zou mij ook inderdaad helemaal niets verbazen. Maar wat had, ja, wellicht is die periode te snel gegaan, die overgangsregeling? Nou, ik vind dat in dit geval is de gemeente niet altijd wat te verwijten. Kijk, de Rijksoverheid heeft in dit geval ook boter op zijn hoofd. Kijk, het is heel snel gegaan. Ja. Gemeentes zijn, die krijgen dit gepresenteerd. Pakket erbij. Ja. Er werd ook een hele fijne worst neergelegd, want de gemeentes kregen daar behoorlijk wat geld voor. Dus men dacht van, dit rooien we wel. Nou, en dan zie je gewoon dat toch een aantal gemeentes misgerekend hebben. En ja, nu de rekening gepresenteerd krijgen. Kijk, een motie van wantrouwen. Ik snap het dat je dat zegt, maar dat is niet altijd terecht. Ik denk wel dat de politiek goed moet doorvragen van, hoe komt dat nu? Wanneer waren jullie op de hoogte van wat hier aan zat te komen? En wat hebben jullie in de tussentijd gedaan? Hebben jullie hierop geanticipeerd of niet? En als jullie niet geanticipeerd hebben en toch gewoon door zijn gegaan met grote investeringen, hè, dus voor een grote Tiel en noem maar op, terwijl dus op dit front dat je straks, wat jij zegt, 4 miljoen tekort komt, ja, dat is onacceptabel. Dat kan niet. Dus dat betekent dat er uiteindelijk iemand of meerdere partijen verantwoordelijk voor zijn geweest. En dat betekent ook dat dan die motie van wantrouwen helemaal op zijn plaats is. Ze hebben toch boter op hun hoofd gehad. Ja, maar als je ook ziet, de afgelopen augustus, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes heeft toen nog tegen de overheid gezegd, we kunnen 46 miljoen kunnen we bezuinigen op dit budget, omdat de gemeentes gewoon geld overhouden. En nu zijn we dus een aantal maanden later en blijkt dat de gemeente Tiel 4,2 miljoen tekort komt. Dat is echt ongelooflijk. En dat raakt de burgers direct. Want het wordt nu gewoon niet meer de keus om een nieuw zwembad te krijgen of een nieuw voetbalveld voor Tiolen. Ja. Want dat geld dat is er gewoon niet meer. Dus het raakt ons direct. Dus het is echt wel een heel ding. En Neder-Betuwe, hoe staan zij ervoor, Jan? Nou, Neder-Betuwe heeft niet die problemen die Tiel op dit moment heeft. De begroting is redelijk op orde. En daar is ook door onze oude wethouder, Vincent van Heerbos, is daar behoorlijk, die heeft behoorlijk met de hand op de knip gezeten. Dus zijn opvolger, Rob Bensdorp, kan in feite op zijn beleid voortbeduren. Dus ik heb niet het idee dat hier nog een konijn uit de hoge hoed komt. Nou, gelukkig. Ja, nou ja, zeg nooit nooit, want kijk, dit had Tiel ook niet verwacht. Dus het kan maar zo zijn dat ik gewoon twee uitzendingen verder met schaamroepen op elkaar hier sta te vertellen dat ook wij gewoon nog 1 of 2 miljoen in de min staan. En, ja. Ja, dus, maar op dit moment heb ik het idee dat we er gewoon redelijk goed voor staan. Ja, nou goed, daar gaan we ook gewoon mee afsluiten dan. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En natuurlijk zijn wij er volgende week weer. We'll be right back.